Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. We maken ons op voor een uh, onrustige nacht. Stevige regen-onweersbuien verwacht ik. Kan af en toe echt flink tekeer gaan. Het zou me niet verbazen als veel mensen vannacht even wakker worden van het slechte weer. Want uh, er worden behoorlijk wat ontladingen verwacht. Het is dus niet een gewone onweersbui die her en der overtrekt, maar het zijn talrijke buien en we verwachten ook zwaar onweer. Niet op elke, elke plek in het land, maar op sommige plaatsen gaat het flink te keer. Heeft allemaal te maken met uh, de weersituatie, uiteraard. Als ik deze kaart voorzet, dan kan ik daar een warmtefront in tekenen. Die ligt ongeveer daar en een koufront die strekt zich hieruit. En daartussenin zit een gebied waar de zon flink schijnt en waar de temperatuur aan het oplopen is. Er wordt warme lucht naar Nederland aangevoerd. En die warme lucht die zorgt ervoor dat het van de middag in het zuiden nog net 25 graden kan worden, maar dat vooral vanavond en vannacht die warme lucht. Boven ons land komt te liggen. En tegelijkertijd, terwijl die warme lucht het land binnenstroomt, komt er vanuit het westen koudere lucht. Die twee luchtsoorten botsen op elkaar en dat geeft letterlijk gedonder. Regenonweersbuien verwachten dus. Dat zien we ook in deze animatie van uh, het weermodel van het KNMI. Als we naar uh, vanmiddag kijken, dan zien we dat de regen het land uit is getrokken. 20 tot 23 graden, prima weer. Maar je ziet boven Engeland al wat buien zitten. En als ik het dan verder zet, dan komen die buien steeds dichterbij. En dan vanavond en vannacht, met name aan het einde van de avond en vannacht, dan trekken die buien over het land. En dat kunnen zware buien zijn. En ook morgenochtend hebben we daar dus nog mee te maken. Pas aan het einde van de ochtend trekken ze oostwaarts weg. En dan zien we morgenmiddag de zon weer volop schijnen. Dan is er nog slechts een enkel stapelwolkje. Gaat dus behoorlijk wat gebeuren de komende 24 uur. Dit is ons eigen weermodel van Weerplaza. En ook dat geeft zware buien aan voor komende nacht. En als we dan naar de neerslaghoeveelheden kijken, dan kan dat oplopen tot 15 à 30 mm op een enkele plek zelfs 40 mm. En dat zal dan gebeuren op de plaatsen waar de buien achter elkaar aan als een treintje aan het trekken zijn. Dan krijg je echt veel water te verwerken. En ook langdurig onweer waarschijnlijk. Bij enkele buien kan ook hagel zitten, bij enkele buien ook windstoten. Maar die blijven meestal onder de 75 km per uur. Slechts op een enkele plek verwacht ik zwaardere windstoten. Dus wat dat betreft lijkt het allemaal mee te vallen. Nou, dat slechte weer komt vanuit Frankrijk. Daar hebben ze inmiddels al waarschuwingen uitgegeven voor code geel. Ook in het westen van België. Het KMI heeft inmiddels code geel uitgegeven. Het KNMI nog niet. Wij al wel, op onze website zie je al wel code geel staan. En ik heb het KNMI even gebeld en die komen er later vanmiddag of vanavond mee. Want ook zij hebben dezelfde weersverwachting. Dus vanavond en vannacht kans op stevige buien. Morgenochtend dan trek je die buien langzaam naar het oosten weg. In de ochtend dus nog echt slecht weer. Het is gelukkig vrijdag, dus het kan met de ochtendspits meevallen. Maar... Een ongeluk tijdens het slechte weer is uh, gebeurt snel. En dan kun je toch nog hele lange files hebben. Het kan dus uh, ook nog behoorlijk lastig zijn op de weg morgenochtend. In de loop van de ochtend trek je die buien weg. Morgenmiddag, aan het begin van de middag, wordt het ook geleidelijk droog in Groningen, Drenthe en Overijssel. En vanuit het westen dan volop zonneschijn. En dan temperaturen van 18 tot 21 graden. Um, dan nog even verder kijken naar het weekendweer, natuurlijk. De zaterdag ziet er eigenlijk heerlijk uit. Sowieso zou ik het een zomersweekend willen noemen. Een zaterdag temperatuur van 19 graden op de Waddeneilanden en in de kop van Noord-Holland tot 24 graden in het zuidoosten. Er zijn wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden. En het blijft droog. Dus een prima dag om gewoon buiten te zijn. Zondag wordt het warmer, 24 tot 29 graden. Een echte zomerdag, maar de meeste zonneschijn hebben we in de ochtenduren. In de middag neemt de bewolking toe en dan moeten we alweer rekening houden met een enkele bui. En daarbij kan het ook onweren. En aan het einde van de middag en zondagavond, dan neemt de buigheid verder toe. Dus een heerlijke barbecueavond is de zondag niet, daar zou de zaterdag geschikter voor zijn. En dan maandag is de warme lucht weer verdreven. Dan zitten we tussen de 19 en de 25 graden. En ook dan vallen er enkele buien. Goed, dat is allemaal het weekend. Het belangrijkste voor vanavond en vannacht is natuurlijk het onweer. Heb je mooie foto's? Deel ze dan vooral met ons. Met name via Twitter of onze website. Ik wens u een goede nachtrust toe. Met Michiel Severin van Weerplaza.